Hallo, mijn naam is Jasper. Ik ga voor jongvolk Volk tijdens de blokstroom in deze 15 minuten durende pauze een video maken. En deze reeks, ik ga die noemen superlui, supersnel en best wel efficiënt. Um, we hebben dus uh, vandaag een video die we gaan maken. Ik ga ervan uit in dit geval dat de footage van de video al opgenomen is. Um, wat we dan gaan doen, in mijn geval, hier in dit geval houden we Final Cut Pro op een Mac. Gebruiken. Want alle andere merken zijn bril. Maar dat zijn niet zomaar. Ik ga tonen waarom. Nee, bullshit. Iedereen werkt waarop dat hij wil, en blablabla. Bla bla, maar ik ben gewend om met Final Cut Pro te werken. En als er mensen zijn die willen de stap zetten, naar video's maken en Um, 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 denken van ja, ik ga dat ook met Final Cut Pro doen op mijn Mac, dan uh, is dit de tutorial voor jou. Ik heb hier een timer aanzet, we zitten aan 13 minuten 50, dat wil zeggen dat ik al anderhalve minuut bijna verspild heb aan gezever. Dus we gaan erin vliegen. V uh, kijk maar even mee op mijn scherm hier, die gerecord wordt als alles goed gaat. Um we zien het scherm. Uh, dat is eigenlijk trouwens niet het uh, ideale beginscherm. Ik heb eigenlijk liefst waar zie je dan weer, de workspaces, ja voilà. De uh, default. Dat is deze. En ik heb uh, voor deze tutorial een, um, een, een, een wat footage van deze is, uh, herfst uh, verzameld in, tijdens het evenement uitwijken. Uh, ja, sorry voor mijn nogal warrige uitleg. Uh, dat is nu eenmaal mijn stijl en vooral ook mijn niet-voorbereiding. Vandaar ook dat we deze tutorial reeks super lui, super snel en best wel efficiënt heten. Um, dus uitwijken, dat is een evenement van Brugge Plus. Zoek het op op www.bruggeplus uh, Als je meer info wil. En um, wat ik dus nu uh, ga doen is beginnen. Ik heb Final Cut Pro geopend, zoals je kan zien. En het eerste wat we nu gaan doen is eigenlijk een project openen. En een project dat is eigenlijk gewoon de montagelijn waar we de beelden gaan plaatsen, die dan een, een montage zullen vormen. Hopelijk, als ik het niet helemaal ver. Uh, hoe hou dat heten? Superlei. Super. Lui. Super. Snel. En best wel efficiënt. Dan kan je eronder kiezen hoe je natuurlijk heel je tijdslijn uh, uh, klaarzet. Uh, in dit geval houden we gewoon voor een HD tijdslijn. Wat wil dat zijn? Dat er 1920 op 1080 resolutie gebruikt wordt. En ik wil 25 frames per seconde. Waarom? Ik ben een sucker voor het. Uh cinematische beeld en ik neem dan ook meestal op in 25 frames per seconde en op deze manier zetten we dan ook direct in de tijdslijn Correct. 11 minuten en 27 seconden <grijg> gaan we het halen. Ik weet het niet. Doet er niet toe. Als we het niet halen, dan bel ik naar iemand die me kan helpen en als dat niet lukt, wat zal lukken. Vertikken toch. Um, Zoals je kan zien, hier aan de linkerkant van het scherm, heb ik uh, verschillende events aangemaakt. En die events, dat zijn eigenlijk ja, een soort mapjes waarin dat de, de, de footage in terechtgekomen is. Want ik ben op verschillende dagen gaan filmen op uitweken. En één van die dagen gaan we eruit kiezen. Bijvoorbeeld Sint-Andries. Want Sint-Andries daar is het fijn. Nee, ik wil liever Sint-Cruis. Sorry. Weet je waarom? Ik ben daar opgegroeid. Vooral ook op dat pleintje dat je nu zal zien in beeld. Um, je moet weten, dat pleintje is uh, een voetbalpleintje. En vroeger, als jongeman, voetbalde ik daar. Hot wat is dat interessant? 10 minuten en we hebben nog niks gedaan. alhoewel, dat is niet waar. We hebben... Je hebt wel gezien wat we gedaan hebben. Dus, um, ja, ik ga, je ziet, ik scroll door de footage die ik opgenomen heb in sint kruis um, Voor de mensen die zeggen van, wauw, wat een uh, grijze, platte footage. Dat is omdat het opgenomen is in C-Log. En C-Log, dat is eigenlijk een codec. Uh, denk ik. Ik ga dat ook niet checken of ik hier al de juiste terminologie gebruik, maar uh, dat, dat is een codec-1 -e camera waarmee dat je kan opnemen zodat je veel meer informatie opneemt, data, dan je normaal zou doen. En het handige daarvan is dat uh, nu in een montageprogramma ik dan meer. Kan spelen met de kleuren, met het licht, met de schaduwen, met de middentonen. Ik kan die beter en gemakkelijker verzetten. Ik heb zoals je zag, uit dit stukje footage nog een stukje gehaald en dat heb ik door op I, het startpunt I, gedrukt, en dan het, het, het uitgangspunt is O van oud. En dan heb ik dat gewoon in de tijdslijn gesleept. En zoals je ziet, staat het hier klaar in de tijdslijn. En wat kunnen we nu doen? Ik uh, ga daar achter een ander stukje footage plaatsen. Het oh, gaat zeer goed vandaag. En voilà, kijk eens aan. Misschien kunnen we dit gebruiken. Een beetje rare mensen die theater spelen. Voilà, en uh, ik duw opnieuw op I. En ik laat het eventjes spelen. Ja, dat lijkt me een zeer interessant stukje. Ik ga dat gebruiken. Dus ik duw op pauze en nu op O. Voila, het stukje dat ik wil hebben is geselecteerd en deze keer ga ik het niet slepen, ik ga een shortcut gebruiken. Ik doe gewoon op E, chaka. en zoals je ziet is het nu achter het vorige stukje geplaatst. Dat vind ik ook een van de handige dingen aan Final Cut Pro, dat is een magnetische tijdslijn. Als ik een clip ergens tegen zet, gaat die mooi klets er boem tegenaan zitten en die uh, moet je dan niet zelf manueel heel, heel correct gaan zetten. Dankzij de magnetische tijdslijn zit hij er mooi tegenaan. Um, voilà, we hebben nu al twee clips na elkaar. Um, en ik ga voor de sport nog een derde afsluitende clip. Een beetje een begin, midden, einde. Eh, uh, nemen. En wat gaan we daarvoor nemen? Uh, daarvoor nemen we. Een, 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 een ander stuk, uh, dit weer al, een soort overzichtshot. Ja, ik ben een beetje lui en niet goed voorbereid, zoals gewoonlijk. Super super superlui en best wel efficiënt. Voilà, E. Klak achteraan. We hebben drie stukjes video. En ik ga die keer gewoon afspelen. Wat doe ik dan? Ik zet de gele uh, lijn in het begin van uh, de tijdslijn en ik duw op spatie. En dan zien we dat het beeld beweegt de wonderen van de cinema 25 frames per seconde hoppa drie clips top video nu al ik zie het um, wat gaan we nu doen wel normaal gezien zou ik nu beginnen color graden wat is color graden dat is uh, wat ik straks vertelde over die informatie in de clips die kan je in final cut pro dus manipuleren maar omdat we daar geen tijd voor hebben dus misschien voor een volgende tutorial ga ik dat niet doen want wat is er nog belangrijker is muziek. En wat gaan we onder mijn uh, beelden zetten? Wel, we kiezen daarvoor een muziekje vanuit de library, de bibliotheek die standaard in Final Cut Pro zit. Dat is verschrikkelijke muziek, maar dat is het punt niet van deze video. Ik ga misschien zelfs geen muziek, maar gewoon een soort random geluid kiezen om eronder te zetten. Kwestie van het wat edgy en artistiek te maken. Um, ik zie in mijn tijdslijn, als ik hem helemaal... Dat het, li het liedje, de montage acht seconden duurt. Um, perfect om op social media nog even de aandacht erbij te kunnen houden. En nu zoek ik gewoon in mijn muziekbibliotheek geluidenbibliotheek van Final Cut Pro naar iets dat 8 seconden duurt. En dan staat er hier bijvoorbeeld Title Metal Hit, dat duurt 8 seconden. Ik weet niet waarom. Uh, ah hier, Telephone Number Change, 8 seconden. Dat klinkt fantastisch. Ik sleep dat gewoon met de muis onderaan mijn tijdslijn. En ik zie dat zelfs iets langer duurt dan 8 seconden. Geen probleem, ik ga die laatste clip die ik er achteraan gesmeten heb, een beetje uitrekken. Hop, 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 hop. En dat doe ik gewoon door op het einde van de clip mijn muis over de rand te houden. En dan krijg je dit uh, icoontje. En dan als je indrukt en sleept, verleng je je clip tot het punt waar je wil. Als we nu terug naar het begin gaan en we spelen af, dan zullen we een fantastisch iets horen. Ik voel het nu al. Dus goed luisteren iedereen naar onze clip tot nu toe. The number you have dialed has been changed. The new number is. Please note the new number is. Ik vind dat dat fantastisch klinkt al. Uh, met die beelden die er boven staan, stuur dit op naar een filmfestival, zo'n een, beetje een edgy filmfestival. Gegarandeerd kans om iets te winnen. <laughs> um, wat gaan we nu doen? We gaan, aangezien ik nog vier minuten heb, vlug, vlug, vlug... Nee, we gaan dat niet doen. Sorry. Nee, ik ging zeggen nog vlug, 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 color grade, maar daar is geen tijd voor. Um, wat we nog kunnen doen, is nu eventjes snel tonen hoe je dit filmpje dat jullie gemaakt hebben, uh, exporteren, en dat is in Final Cut Pro ook zeer gemakkelijk, supersnel en best wel efficiënt. Uh, hier rechts van boven zie je dat vierkantje met een pijl uit. Daar klikken we op. En nu kiezen we eigenlijk uh, in welke soort. Ik uh, kan op het woord niet komen. Uh, uit, uit gebrek aan woorden zal ik het codec weer noemen. Uh, we zullen exporteren. In welk formaat we zullen exporteren. En in dit geval wil ik dat het HD 1080p is. Dus ik klik daarop. Dan krijg je zo'n pop-up scherm waar je ziet wat er zal geëxporteerd worden. En dat is dus, als je er nog een keer over verrijft met de muis, inderdaad het clipje dat wij zo net hebben gefabriceerd. En dan druk ik op next. Hop, even wachten. Het is een computer nog steeds. Ah ja, voilà. Daar heb ik een map. Die ik zelf ooit aangemaakt heb, waar bounces staat. Dat is de term die ik gebruik voor mijn geëxporteerde filmpjes. En dan duw ik op Save. En dan kan je hier links bovenaan zien dat Final Cut Pro op dit moment bezig is met het exporteren. Omdat dit clipje maar 8 seconden duurt, gaat dat ook best wel snel. En krijgen we rechts van boven een pop-up om te zeggen dat het klaar is. Ik ga even kijken. En dan zie ik hier bovenaan in de lijst inderdaad het clipje staan. En we double checken of alles goed geëxporteerd is door even op spatie te doen. The number you have dialed has been changed. The new number is. Note, the new number is. Zomaar in een kwartier heb ik een super arty klaar voor inzending van eender welk edgy filmfestival filmpje afgewerkt. Ik moet zeggen, in het begin zat ik er wat mee in, maar kijk, het is ongelooflijk goed gelukt. Daarom ga ik nu ja, ze biedt een, een koffiematen voor mezelf. Een groeien Zo. Een duurdere. Op kosten van het werk natuurlijk. Um, wat ik nog wil zeggen. Stel dat jullie iets hebben van: wauw, wat een geweldige tutorial was dit. Ook al was het maar een kwartiertje. Wij willen meer zien. Dat kan. En ik zal je zeggen wanneer. Later deze week of in de volgende week, ik heb nog geen idee wanneer dit zal uitgezonden worden, um, ga ik nog zo'n supersnel, super en best wel efficiënt tutorial opnemen. Namelijk over fotografie en als alles goed gaat, zelfs nog eentje over podcasten. Voilà, ik heb nog 30 seconden. Bij deze wil ik daarvan graag gebruik maken om de routes te doen aan mijn oma, die overleden is, maar ik vind niet dat we het aardse moeten uh, gebruiken als excuus om mensen geen groetjes te doen. Ik zou ook graag ja, de groetjes doen aan mezelf, want ik ga dit later bekijken en denken van oh shit of what's En bij deze is dit het einde van de eerste tutorial. Succes!